President Chandrika Prasad Santokhi vraagt meer tijd om de internationale schulden te betalen. In een videoboodschap zegt het staatshoofd dat als de regering meer ademruimte krijgt, ook de economie van het land op spoor kan worden gebracht en zij het volk weer kan leiden naar goede tijden. Santokhi zegt dat de regering met de schuldeisers is overeengekomen om hierover te onderhandelen. Fau opai den baka, ote opai den baka, anga soterente opai den baka, onder één voorwaarde. Dat de economie moest herstellen met een IMF-programma. Dat is niet maar eis. Het tweede is dat onze schuldpositie, onze financiële economische situatie zo ernstig is. Zo ernstig is. Dat wij dat alleen kunnen oplossen met internationale samenwerking. En mijn jaba bribi, dat het volgende programma, boom fasi, alles om taiberen, ja, iedereen die een beetje meehelpt om te bezuinigen, dan gaan we wel eruit komen. Het staatshoofd zegt verder op de hoogte te zijn van de verantwoordelijkheid die de regering draagt. Met de maatregelen die in de afgelopen periode zijn getroffen, neemt de overheid haar verantwoordelijkheid, zegt president Santokhi. Ik heb ook een verantwoordelijkheid dat in dit land we een volk hebben dat goed kan leven. En dat er betaalbare voeding is. En dat kosten van levensonderhoud ook draaglijk gemaakt moeten worden voor het volk. Dat is onze verantwoordelijkheid als regering. En ik snap dat we niet helemaal tevreden zijn. Uw verantwoordelijkheid, lekker regeren, tja hepikom, breng hulp, breng oplossing, geef bescherming aan de samenleving. En daarop werken we dag en nacht. We plegen ook overleg met alle groepen. Maar broeders en zusters, u kunt erop rekenen dat wij als regering het volk niet in de steek gaan laten. Dat we alles gaan doen om het volk te beschermen. Dat we alle maatregelen gaan treffen. Dat we zo snel mogelijk gaan naar een betere situatie. Maar deze reorganisatie voor economie, deze herstructurering voor economie, hoe af van hoe doen, Futjara Oso Gomoro Fara. President Santokhi zegt dat de tijd nu is aangebroken dat er verlichting komt. En als president het volk ervan te verzekeren dat hij samen met de rest van de regering dag en nacht zal blijven werken voor de Surinaamse gemeenschap.